Goedendag beste kijkers en welkom bij deze ATV COVID-19 update. Het is alweer de 22e aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over deze COVID-19 pandemie. Die niet alleen de wereld, maar natuurlijk ook Suriname in haar greep houdt. Als we kijken naar de recente statistieken, we bezoeken altijd voor dit programma de website www.covid.sr. En daar lezen wij dat er 10 personen positief getest zijn op COVID-19, 6 zijn genezen verklaard, 3 zijn nog onder behandeling en 1 persoon is jammer genoeg overleden. 33 personen zijn in quarantaine momenteel, maar dat wordt straks meer, want als het goed is, is onderweg naar Suriname de SLM-vlucht, die de eerste repatriatievlucht vanuit Amsterdam naar Suriname, met meer dan 200 Surinaamse burgers aan boord. En als het goed is, moeten ze tegen 6 uur vanmiddag landen op onze internationale luchthaven. En zoals de nieuwsberichten dat zeggen en zoals we dat ook begrepen hebben van de instanties, is de quarantaine geregeld. Iedereen gaat in overheidsquarantaine. Mensen hoeven niet bang te zijn. De zaak is onder controle. En vandaag onze gast, alweer, maar positief. Onze gast van vandaag is Ruben Del Prado. We hebben je graag in de studio, omdat we altijd genieten van de interviews met jou. Je bent een gezondheidsspecialist en je kent het vak. Je hebt buiten Suriname gediend. Je hebt buiten Suriname gediend als arts, als specialist. Nu ben je weer terug in je kondre, Zwitserland en kondre, om weer je bijdrage te leveren. Het is al de derde keer, we hebben je graag. En je bent ook graag bij ons? Heel graag, heel graag. Zonder, okay. Zonder twijfel. Oké. En vandaag gaan we een leuke babbel hebben over allemaal wat er allemaal gebeurt. En tot nu toe, vanaf je laatste keer dat je hier was, tot nu toe, de ontwikkeling, natuurlijk volg je die op de mainstream media en op social media. Vooral Facebook, Suriname en Facebook. Allemaal wat er langskomt. Hoe ga je ermee om? Ik ben blij dat je Facebook noemt, omdat... Weet je, sinds de laatste keer en de keer daarvoor, ik was in het eerste programma, ik ben nu in het 22e programma, dus ik ben niet de 22e keer hier, dus mijn derde keer hier. Wat veranderd is in Suriname, is dat Suriname zich bewust is van dit virus, ja. SARS-CoV-2. Men weet ervan, men leest erover. En men leest erover op verschillende plaatsen en dat is heel goed. We laten ons informeren. Wat het heel spannend maakt, ik zeg niet problematisch, ik zeg wat het heel spannend maakt, ook problematisch hoor, is dat er zoveel informatie komt op Facebook met name en social media, dat totaal ongecontroleerd en vooral ongeverifieerd wordt ontvangen. Ja. Wordt gelezen, soms gelukkig besproken in discussies, soms heel heftig. Joh, maar het kost meer als ik antwoord geef soms. Ik zeg van waar heb je die informatie? Waar heb je het gelezen? Heb je het geverifieerd? Ja, wat weet je? Ik heb het van een goede, betrouwbare bron. Deze man in Oezbekistan heeft een onderzoek gedaan. En dus er is zoveel informatie. Ja. Een heleboel is ook echt goede informatie. En absoluut. Het probleem is van hoe onderscheid je wat waar is van wat niet waar is. En nu komt het probleem. Waarom is wat ik zeg, of wat de directeur van Volksgezondheid zegt, die ook een gezondheidsspecialist is, en wat de medische specialisten en infectiologen zeggen, waarom is wat wij hier zeggen de waarheid, en dat waarmee we gebombardeerd worden en soms met volle overtuiging, er zijn YouTube-filmpjes op Facebook die professioneel worden gemaakt, met historische achtergronden, met bewijzen, die eigenlijk een heel ander verhaal vertellen dan wat wij hier vertellen. Dus luisteraars, kijkers, we moeten proberen om niet in het wild te geloven wat er allemaal aan ons wordt aangeboden. Ja. En het allerbelangrijkste is, als dit virus nou gemaakt is in een laboratorium in China, als het nou betaald is door meneer Bill Gates, ja. Als het nu komt van straling van 5G, dit virus is nu in Suriname. Ja. En atropie per akmopo. Dus het is,
Het is natuurlijk belangrijk voor het voorkomen voor de toekomst. Nu hebben we te maken met een virus van het type corona, net zoals het SARS-virus. Het is het type van het SARS-virus. Dat moeten wij zo goed mogelijk, met de wetenschap die wij hebben in huis en halen, proberen. Drie fases. Nummer 1 is voorkomen. Ja. Nummer 2 is beheersen. En nummer 3 is mitigeren. Dat betekent de gevolgen ervan verminderen. We mag je andere keuze. Dus anatropie akmopo. Ja. En Imati, ik mag je zeggen. Voorlopig zijn de maatregelen die wij hier in Suriname als Surinamers genomen hebben, zijn de maatregelen die genomen hadden moeten worden. Ja. Hoe lang hebben we geen nieuwe infecties gehad? We hebben één meneer die zoveel Surinamers kennen is overleden. Ja. En toch, het is maar één. Precies, gelukkig maar. En mensen zeggen van, ja, het is goed gecontained. We hebben geen nieuwe gevallen gehad. Dus de maatregelen kunnen versoepeld worden. Immunosabef is goed is gecontained. Dus dat is die volgende stap. We weten niet wat er bijvoorbeeld bij onze grenzen gebeurt. Mm-hmm. We weten niet wat er gebeurt in de goudmijnvelden. We weten niet wat er gebeurt wanneer mensen toch feestjes organiseren. Er zijn nog steeds huwelijksfeesten. Een aantal begrafenissen zijn nog vrij uitgebreid gehouden. Er zijn nog veel buurten waar mensen toch bij elkaar komen. Ja. Niet de 2 meter afstand die is voorgeschreven in acht houden. Niet constant hun handen wassen met zeep. En water, 20 seconden, goed wassen, dat doen ze dus niet. Dus het is een combinatie van goede maatregelen, maar ook een heleboel geluk. We hebben echt geluk gehad. 10 mensen positief getest in Suriname, 2 weken lang niemand erbij. Terwijl onze buren de gevallen toch wel toenemen bij onze buren. En de buren testen nog minder dan wij. In Guyana is er bijna evenveel of ietsje minder getest dan in Suriname. Dus het is niet zo, zoals op Facebook beweerd wordt en gezegd wordt met veel overtuiging. Ja, er zijn 40 mensen daar. Ik weet het. Een vriendin van me woont daar in de buurt en de politie patrouilleert. Ze vertellen ons niet. Het punt is, waarom? Waarom zouden mensen die hoog opgeleid zijn, die een eed hebben afgenomen als artsen, als verpleegkundigen, als specialisten in de publieke gezondheidszorg. Waarom zouden zij een aantal mensen verbergen? Wat is het doel daarvan? Om te laten zien dat we goed werk doen? Het heeft geen zin, maar vroeg of laat zou het toch naar boven komen. Het werkt niet zo. Het werkt niet zo. Ja, precies. En ja, u had het over maatregelen die genomen moeten worden. Een van ze is die afstand, handen wassen met zeep. Maar aan toch zie je nog mensen, vooral in die winkels, met mondkapjes. Maar je bent niet zo gelukkig met dat woord. Hè? Weet je, ik noem het mond-neus-bedekking. Mondkapjes zijn professionele instrumenten. Je hebt N95, je hebt N99, professionele instrumenten die ervoor moeten zorgen dat wat naar buiten komt, vooral naar wat naar buiten komt, voor 95% wordt gefilterd. Ja. Dus de drager daarvan wordt 95% van de druppels, de virus en de bacteriën wordt achtergehouden. En het gaat dus in het mondkapje. Ja. Dus realiseer je dat dit mondkapje na een uurtje van gebruik heel vies is en ook heel nat is. Ja. Toch zeggen we dat je na 3-4 uur, dus nog veel langer dan een uur, het moet verwisselen. Je kan het niet wassen en weer gebruiken. Nope. Dan werkt het niet meer. Dit zijn professionele mondkapjes die gebruikt moeten worden door gezondheidswerkers. Oké? Je mag je niet aanraken van de binnenkant, anders contamineer je handen. Je moet niet even weghalen en ademen of praten of eten of te drinken, want dat is een neurocomoro. Dit zijn professionele mondkapjes. Ik heb niet zo lang geleden op verschillende plaatsen de opmerking gemaakt over die mond-neus-bedekking. Ja. Toen heb ik zelf gezegd, mensen, je kan ze misschien zelf maken. Want natuurlijk houdt het een deel van die druppels tegen. Ja. Want het virus komt voor in druppels. Die komen uit je mond en komen uit je neus.
Het zijn vrij zware virussen. Die druppels die vallen op de grond ongeveer na 30 centimeter. Dus onze afstand, al draag je geen mond-neusbedekking, die druppels die komen niet bij jou. In het geval ik zou flitten of zou niezen. Niezen is een beetje tricky, want niezen gaat veel verder. Ja, daar het komt met alle kracht mensen, naar buiten. Alle mensen in je... Toen heb ik een opmerking gemaakt over... Je kan zelf mondlapjes maken of mondgezichtsbescherming van panjestof. En toen had je die geweldige Surinaamse kunstenaar, Ridal. Die had een schilderij gemaakt van een mooie vrouw. Een prachtige vrouw met een paraplu gemaakt van panjestof. Mooie blauwe panjestof. Schilderij had hij gemaakt. En hij had die mevrouw panjemissie of iets dergelijks genoemd en zo. Mooie vrouw, mooie ogen, mooie mond. Prachtige vrouw met die... En toen heeft hij mij horen zeggen van, je kan zelfs een mond-neus afdekking maken van panjestof. Toch? Hij heeft het me horen zeggen. Ja. Toen heeft hij die mooie vrouw genomen. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft van panjestof een bedekking gemaakt. Op dat schilderij... Toen heeft hij gezegd, Ruben, dit doe ik voor jou. En dit schilderij hangt nu in mijn huis. Dit schilderij heet Corona, Panya, Panyi. Zo. Corona, Panya, Panyi. Met echte panjestof voor de mond-neus bedekking. Dus we hebben de muziekindustrie, de Surinaamse muziekindustrie, heeft zoveel ingespeeld op die corona. Nu zo ook dat de kunstenaars inspelen erop. Dat is wel heel mooi. En weet je, het is echt waar. Wanneer je inderdaad een bedekking zou maken van panjestof, goed. En dat gaan wij vanaf deze week langzaam introduceren. Want mensen die zijn heel erg beïnvloed door het buitenland. In het buitenland, in sommige landen, is het zelfs verplicht als je naar buiten gaat om je mond en je neus te bedekken. Verplicht. Suriname is niet het buitenland. Hier is het niet verplicht. Het is niet verboden. Dus wanneer je inderdaad... Ja, verplicht, maar niet verboden. Het is niet verboden. Ja. Dus als je zelf... Maar doe het dan goed. Doe het dan goed. Dus we gaan beginnen deze week met een aantal instructies. Van als je inderdaad je mond en je neus wil bedekken, absoluut niet hiermee. Dit hebben wij nodig voor de gezondheidswerkers. Dit dus niet, dan kan je inderdaad dit gebruiken. Okay. Het virus komt namelijk niet via je handen en je lichaam. Het virus komt naar binnen via je slijmvlies. Dus je handen kunnen het overdragen op je mond, je neus en je ogen. Dus al maak je mond en je neus dicht. Je ogen zijn niet beschermd. Precies. Dus je zou eigenlijk ook nog een goggle moeten dragen. Toch? Leken we allemaal op aliens. En dan... Is het grootste slijmvlies in je gezicht, is dan ook beschermd. Oké, mooi. Dus, minikar is aan bescherming, mekaring, bedekking. Bedekking, want er is een 5% kans, want je noemde 95%. Minus procenten, maar het is niet beschermend. Maar laten we even snel doorgaan, want we hebben niet zoveel tijd. Het is tot nu toe een heel mooi gesprek. Laten we even hebben over die repatriatievlucht. De mensen komen straks aan, in de middag. Denk je dat er gevallen mensen moeten in quarantaine? Maar hoe kijk je aan tegen de situatie? In Nederland heeft men een heel vrij beleid gevoerd. Heel vrij. Daarom precies deze heel vraag. Vrij beleid, er was geen lockdown. De mensen zijn vrijgelaten om zelf te bepalen waar ze doen. Dus het is heel anders. Het is in Zweden. Ook zo, weet je, we gaan op de verantwoordelijkheid van de mensen af en we zeggen ze, er is gevaar, dit kan je doen om jezelf te beschermen. In Nederland was dat ook zo. Daarboven heeft de premier op advies van het grote Public Health Instituut, Publieke Gezondheidszorg Instituut, RIVM, heeft gezegd, wanneer een heleboel Nederlanders besmet worden, gaan ze antilichamen tegen het virus produceren en die antilichamen geven weerstand. Immuniteit. Gebleken is door onderzoek, niet uit Facebook, uit echt onderzoek, dat de immuniteit reuze tegenvalt. Er is zelf nu
zijn er gevallen beschreven van mensen die een tweede keer ziek worden. Ik zeg niet opnieuw besmet worden, maar opnieuw ziek worden. Dus die eerst gedachte hoop, zoals dat meestal bij virussen krijgt, als je het eenmaal hebt, krijg je die antistoffen in je lichaam. Als het weer langskomt, word je niet ziek. Bij SARS-CoV-2 schijnt dat veel minder te zijn. Maar dat is wel een hele hoge prijs die ze betalen. Dat is een hoge prijs, want nu zie je in Nederland ontzettend veel zieken en doden. En dat is niet zozeer het probleem. Het probleem is, ze hebben niet de capaciteit om al die mensen, wanneer ze heel ziek zijn en longaandoeningen krijgen, op te nemen. Zweden ook. In Zweden is nu het grootste aantal nieuwe gevallen van de hele periode, is deze afgelopen week geweest. Een beetje los beleid. Ja. Dus ben je dan, als je kijkt naar dat beleid, ben je toch blij met de Surinaamse aanpak? Opnieuw op Facebook is er nu een videootje, gaat er rond. Het wordt natuurlijk naar me gestuurd door 30 mensen. In Nederland moet iedereen op 28 april de straat op om te protesteren tegen deze maatregelen. In Amerika ook. Kijk, neem een voorbeeld in Suriname. Suriname is geen Amerika. Suriname is geen Nederland. We are doing something right, konaporing. De repatriatievlucht komt, ze komen uit een gebied waar er vrij virus is in Nederland. Ze gaan 2 weken in bewaakte quarantaine, in 3 of 4 of 5 plaatsen. Die zijn gecontroleerd door de NCCR, die zijn goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid. Een geweldig team. Ja. Kathleen, Stephanie en Ajay, geweldig team is dat. Samen met de groep van Jerry Slijngaard en een aantal andere mensen, die hebben deze plekken goedgekeurd. Oké, mooi. En we kunnen niet altijd in lockdown blijven, zoals je zelf zegt in Nederland, in Amerika, Nederland. En ook hier hoor ik stemmen van, hoe lang nog? Weet je, dit zijn vragen die we niet zo makkelijk kunnen beantwoorden. Ja. Ik denk dat we moeten gaan naar de nieuwe manier van leven. Absoluut kunnen we niet een avondklok aanhouden. We kunnen geen totale lockdown hebben. Wat altijd gaat blijven. Is handen wassen. Is geen nieuwe mode. Hè? Wat altijd gaat blijven is respectabele afstand houden wij mensen. Brassa's en bossies moeten terugkomen. Want ik ga dood als ik mensen zie soms. En ik bijna die beweging al maak. En gisteren loop ik op straat eventjes bij mijn huis. En mijn vrouw komt langs die ik ken. Bijna met jouw vrouw aan Brassa. Weet je, het is zo automatisch. Het mooie is, zij is naar achteren gesprongen. Dus men beseft het. En dat willen we niet meer. Mm-hmm. Dus we gaan op een andere manier brassas moeten geven. Misschien gaan we eventjes onze adem in moeten houden. Niet praten. Nee, maar serieus, dat die druppeltjes niet verspreid worden. Ja. Eventjes onze adem inhouden, niet praten. Die brassa geven en dan weer die afstand maken. Okay. Het nieuwe leven. Ja, heel mooi gezegd. En daarmee gaan we het besluiten, dit programma. Het was een heel mooi gesprek. Ik denk dat ik nog zeker een half uur door kan gaan, maar we zijn aan tijd gebonden. Ja, ik wil, jammer genoeg, ik wil doorgaan, maar hij geeft heel mooie informatie en hele handige tips. Maar ja, we moeten toch deze aflevering beëindigen. Ik bedank hem natuurlijk voor zijn komst naar de studio. Wil je ook nog voor een 4e keer uitnodigen als jij dat wil. Maar we zien je gauw. En ik wens u verder, zoals u, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Ruben heeft met een blokje zeep gekomen. Was uw handen. Als je niet in de buurt van stromend water bent, reinig je handen met sanitizer, met alcohol. Houd die afstand van om en bij 2 meter. Geef geen bossie, geef geen brasa. En hou geen confriari thuis. No go to si socialize. Het is niet goed voor je. De maatregelen zijn genomen omdat we beschermd moeten worden. Het is niet om ons onaangenaam te zijn. Alleen samen zullen wij eruit komen. Ik bedank u nogmaals voor het willen kijken en tot de volgende week. Tot morgen, sorry. Be safe.